ruimteschip met superhelden aliens uit een andere dimensie waren op weg naar aarde. Luister, Constance, we hebben een speciale opdracht gekregen. We moeten naar de planeet aarde. Kijk maar even mee. Deze kleine wezentjes noemen ze op aarde kinderen. Kinderen zijn het kostbaarste wat ze op aarde schijnen te hebben. Kinderen spelen veel, kijken op een primitief ogend apparaat. Sommigen lezen zelfs nog, kammen hun haren. Doen iets wat op zingen lijkt. Of eten uit hun neus. Onze missie is om deze kleine kinderen nog beter te beschermen. Jullie worden naar een hele bijzondere plek op aarde getransporteerd. Horizon in Rotterdam. Een groepje speciale agenten helpen jullie daar verder. Oké, dan ga ik jullie nu transporteren. Op aarde stonden de speciale agenten van de Horizon klaar om de superhelden aliens te ontvangen. Als het goed is, kan het elk moment gebeuren. Daan zegt dat ze elk moment hier kunnen komen. Nou, ik ben benieuwd. Daar zijn ze! Hey! Zo, wat hebben ze nou gedaan? Die hele boom is zwart. Zo, dat begint lekker. Dus jullie zijn de superhelden? We hebben veel te bespreken. De Horizon-agenten hadden veel met de superhelden aliens te bespreken, maar hadden gelijk een klein probleempje. Hij zit op slot. Is waar, dan moeten we even de sleutel gaan halen. Op slot. We laten ons niet stoppen door een deurtje. Oké, laat mij maar even. Ja! Terwijl de Horizon-agenten terugkwamen met de sleutel, hadden de superhelden aliens het probleem al op hun manier opgelost. Hè? Wat hebben jullie nou gedaan? Wij zouden even de sleutel gaan halen en jullie hebben de hele deur gesloopt. Die kost wel 500 euro. Ah, het was niks. Graag gedaan, man. Oké, kom maar verder. Ruim het zo op. Wij hebben jullie hulp nodig. Er zijn in Nederland kwetsbare kinderen. En die willen wij graag helpen. We laten een voorbeeld zien. Als eerste werd er een voorbeeld gegeven uit een perfecte wereld. Ik heb een lekkere gezonde salade gemaakt. Oh, dat heb je goed gedaan, schat. Onze vader is de beste kok! Mam, ik had vandaag een 8 voor taal gehad. Zo, dat heb je goed gedaan. Zo. Overdreven hoefde natuurlijk niet te worden, maar de Horizon-agenten gaven ook een voorbeeld waar wel aan gewerkt moest worden. Nee joh, niet doen, dat vindt papa niet goed. Sorry, je weet toch dat hij de laatste tijd heel snel boos wordt? Ga eens rechtop zitten. Wie zijn die schoenen? Ik had toch gezegd dat je schoenen niet zomaar moet rondzingen? Ze zijn ook naar mij te lachen. Doe rustig, ga rustig, ga zitten. Het zijn onze kinderen. Ja! Ik doe rustig. Ah! Eentjes tegen mijn rug. Wie gooide die? Oh, je hebt geraakt. Mooi, man. Lekker voor hem. Die aliens zijn veel te agressief. Ja, vind ik ook. Ja. Ik denk dat we even met die commandant moeten maken. Ja. Er werd weer contact gemaakt met de commandant van het ruimteschip. Meneer de commandant, we hebben een vraag. Die aliens zijn veel te agressief. We dachten, kun je ze niet herprogrammeren met andere krachten? Aan welke krachten denken jullie dan? Bijvoorbeeld dat ze vriendelijk zijn. Wat heb je nou aan vriendelijkheid? Misschien dat ze complimenten kunnen geven. En dat ze geen vooroordelen hebben. Ik ga contact opnemen met de hoofdcommandant. De voorbeelden van de superkrachten die jullie noemen, zoals bijvoorbeeld geen vooroordelen of heel vriendelijk zijn, hebben verreweg de meeste mensen in Nederland al in zich. Ik ga onze superhelden zo programmeren dat ze dat kunnen gaan toepassen. Morgen zijn ze geüpdate. Yeah! Fijn, man! Ja. De nieuwe superkrachten werden gelijk uitgeprobeerd. Wat is er nodig? Zien we dan wel. Je ziet al dat ik bezig ben. Ik wilde alleen maar vertellen dat ik gevallig was. Ja. Daar heb ik nu echt even hier geen tijd voor hoor. Eventjes wieberen nu. Deze vader heeft duidelijk geen geduld voor zijn kinderen.
Precies. Nee, natuurlijk. Ja, dat gaan we doen. Hè? Wie zijn jullie? Wat komen jullie doen? No. Heb geduld voor je kinderen. Heb geduld voor je kinderen. Oh, even een momentje hoor. Ik bouw je zo terug. Dylan! Dylan! Dylan, wat is er gebeurd, jongen? Ben je nou gevallen met voetballen? Moeten we naar de huisarts of gaan we dat alleen afdoen met een klein beetje ijs? Of? Alleen een beetje ijs is goed, pa. Yes. Ken je dat, die horizon? Ja, daar wonen alleen maar boze en drukke kinderen. Zo, hoor je wat ze zeggen? Ja, dat is een vooroordeel. Daar gaan we wat aan doen. Ik vraag me af of ze er ook nog wonen. Stop! Jullie hebben vooroordelen. We weten natuurlijk helemaal niet wat voor kinderen daar wonen. Nee, dat is waar. Ja. Wel een beetje gek. Ja. Het was gelukt om de superhelden normale krachten te geven. Die zij ook nog eens snel konden verspreiden. Zo werd de aarde een nog leukere plek om te leven. Ik weet het wel. Ja, precies. Als het goed is, ik... Shit. Ja, dat niet. Kan het elk moment gebeuren. Ja. Zo, dat heb je goed. En doe je dat echt maar in je mond. Ja, er komt net een kind binnen. Ja. Een beetje ijs is goed, pa. Dankjewel. Even kijken. Ja, je kijkt naar de camera. Doe hem nog een keer. Hè? 3, 2, naar hem kijken. 3, 2, 1, actie. Echt waar? Ja, goed. Nou, dan hebben we maar eens blooper. Nee, dat kan ook niet, de blooper. Maar dan hebben we nu eindelijk een blooper. Ja, jullie mogen iets dichterbij komen, superhelden. Ja? Oké, even terug gedaan. Ja, oké. Gaat hij weer, Justin? Ja. Op slot. We laten ons niet... Stoppen door een deurtje. Ja, heel goed. Doe hem nog. Ja, Wij zouden... Wij zouden even die sleutel halen, hè? Nou, bijvoorbeeld dat ze vriendelijk zijn. Ja? Ja. Eén, actie! Oh, wacht. Ik zei gelijk... Doe rustig! Ja. Au! Wat is dat nou? Ik heb een ninja-ster in mijn rug! Eén, actie! Blijf. Yeah! Ja, even wachten. Overnieuw. Ja, we hebben ook een boekje van de leiding. Ja.